Er wordt flink gestreden om de plaatsen, maar dat is allemaal achter de rug van Jaap van Rijn op dit moment. Il Classico Renca komt uit op plaats 2 en het is Ecco Oldersson die als eerste de laatste bocht ingaat. Ecco Oldersson aan de buitenkant, Il Classico Renca, derde plaats nu voor French Kiss en de rest moet even passen. Hunter Montana heeft al de ruimte gevonden, gaat nu driedik naar voren en zo zijn ze halverwege de Tjarda bocht. Ging 17-5 de derde 500 meter, ze worden vooraan ook wat moe en Hunter Montana komt steeds dichterbij en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Ecco Oldersson aan de binnenkant vecht weer terug. Ecco Oldersson, vier paarden straks op één lijn. Ecco Oldersson, midden van de baan, Il Classico Renca. French Kissen, aan de buitenkant komt Hunter Montana. Ze gaan op weg naar de streep. Il Classico Renca gaat hem winnen. Il Classico Renca wordt de winnaar. De tweede plaats aan de buitenkant is voor Hunter Montana. Derde Ecco Oldersson en vierde is French Kiss. Op een eindtijd 1:15:06. Uitslag is officieel, dames en heren. Daar staat hier Ruud Pols. Hij wordt aan alle kanten gefeliciteerd. Het was een hele mooie rit van hem met Il Classico Renca. Dat mag je zeggen. Il Classico Renca was het eigenlijk een beetje aan zijn stand verplicht. Maar het moet allemaal nog wel even gebeuren. Een vijfjarige donkerbruin heeft classic foto uit Ulrike Ravenstein. Is gefokt door René Knipscheer. Bezit van stal PD. Getraind door Bas Krebas. Voortreffelijk gereden door Ruud Pols. En Ruud is de man die inmiddels zich meldt bij de camera. Ruud, ja, van harte. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er vorige keer al heel veel van verwacht. Ja, ik ook. Maar ja, nu had ik ook 9 en dan zat ik aan de binnenkant. En ja, dan zit ik nou nog eigenlijk. Ik kon er veel te laat uit. Toen kwam je ook al vreselijk hard af. Dus ja, ik nam nou een beetje meer risico aan de start. En ja, achteraf liep het nog allemaal slecht. Want ik lag hier dacht ik 4 en daar lag ik weer af de 9e. Maar ja, was het goed. Ga maar de overkant, maar hij is zo goed. Ja, dat blijkt wel. Ja, dat bleek zeker. Ja, inderdaad, je had inderdaad een rotnummer. Ik had wel op Alkmaar gezien, met Eliane, dat hij wel aardig kan vertrekken, wat ik niet van hem wist. Ja, hij kan ook goed beginnen, maar met start nummer 9 is het een beetje moeilijk. Ja. Maar goed, eerlijkheid gebied te zeggen. Ja, het is natuurlijk een hele grote klasbak. Ja, het is gewoon een heel goed paard. En, een paar keer ongelukkig geweest, en dan is het vorige week ook. Er stonden natuurlijk ook veel goeiere paarden in dan vandaag eigenlijk. Nou ja, en de Montana springt gelijk al weg aan de start. Dus ja, maar ik durf niet aan de binnenkant te gaan zitten. Ik denk, hou het tweede spoor en dan zie ik wel. Maar ja, hij maakt het super af. Dit was wel een beetje het doel, hè? Ja, zeker. Nou, dat is knap geprepareerd van Bas. Zeker weten. Ja, want ik ken die wel. Ruud, lange dag. Hoe laat begint het 's morgens bij Willem? Nou, ik ga er 4:30 uit. En ja, ik ben kort over 4, 4:30 op het werk. Wat zeg jij nou? Ja. Dat is toch niet vol te houden, man? We zien het op. Ziet er geweldig uit. Dank je. Ruud Pols, hij slaat hier toe met de geweldige Il Classico Renca. Vijfjarige donkerbruin eens. Classic foto uit Ulrike Ravenstein, zoals gezegd. Ruud neemt de lijnen weer ter hand. Hij was er vanmorgen om 4:30 uit. Het is inmiddels 6:30 in de avond. Bijna 6:45. Misschien wel 7:00, want we hadden wat vertraging. Voor een fenomeen. Ruud Pols, dames en heren. Hij wint met Il Classico Renca. 1, 2, 3. Start is gevallen. Hunter Montana doet wel mee aan het duel om de leiding. Tenminste, dat was de bedoeling, maar die springt weg. Hunter Montana maakt een galop. Met 10, galop 10 uitgeschakeld. Maakt geen galoppaarden, want het was de 10 die daar sprong. Zaten we er toch even naast. Hunter Montana zit er nog wel bij. En de leiding wordt daar genomen in de Zwageman kleuren. En zo gaan we de eerste bocht in. Leiding is in handen daarvan het nummer 5. En dat is Andrea Zwageman. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Andrea Zwageman leidt. En daarachter zijn een paar mensen erg erop gebrand om die leiding van hem af te pakken. De eerste die komt aan de buitenkant is Fakir Oldersson. Fakir Oldersson aan de buitenkant gaat naar voren. Ook een goede start erachter van Ian Stardust. De opening 1:13. 6.
Paarden gaan de rechte lijn overzijde door. Vakir Oldersson moet echt op zijn tanden bijten, maar is er nog steeds niet helemaal voorbij. Aan de reling zijn Andrea Zwageman, die wordt wel teruggenomen, maar Vakir komt er nog steeds niet langs. Halve lengte voorsprong heeft hij nu. En het blijft bij een halve lengte voorlopig en zo gaan ze de bocht door. De rest van het veld sluit nu aan daarachter en Andrea Zwageman houdt gewoon de leiding. Vakir Oldersson blijft er schuin naast. Daarachter ligt Ian Stardust en daarachter aan de reling zijn de favoriet Hunter Montana. Vierde plek dus voor de favoriet aan de reling en zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Uit de staart van het veld komt nu Echo Oldersson naar voren. Wat vaak hier niet lukte, gaat zijn jongere broer misschien wel doen. Zijn oudere broer, want Echo is ietsje ouder. En die komt er aan de buitenkant nu voorbij gevlogen. En die gaat de leiding nu proberen over te nemen van Andrea Zwageman. Die is niet meer zo aan het bid als in die eerste kilometer. De eerste kilometer ging in 1:15:04. En Echo Oldersson is de nieuwe leider. Echo Oldersson neemt over. Andrea Zwageman tweede. Derde is Hunter Montana. Vierde aan de buitenkant. Vakir Oldersson. Vijfde aan de reling zijn de Canon de la Douce. Zesde erachter ligt Ian Stardust. Daarachter ligt Elliot Charisma. Naar het derde spoor gaat nu Il Classico Renka. En laatste voorlopig gaat mee op de rug van Il Classico Renka. French Kiss. Er zijn twee paarden in het derde spoor naar voren. Die gaan allebei heel hard. Il Classico Renka en French Kiss. En ze zijn op weg naar de laatste bocht. Er wordt flink gestreden om de plaatsen. Maar dat is allemaal achter de rug van Jaap van Rijn op dit moment. Il Classico Renka komt uit op plaats 2. En het is Echo Oldersson die als eerste de laatste bocht ingaat. Echo Oldersson aan de buitenkant. Il Classico Renka. Derde plaats nu voor French Kiss. En de rest moet even passen. Hunter Montana heeft al de ruimte gevonden. Gaat nu driedik naar voren. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Ging 17-5 de derde 500 meter. Ze worden vooraan ook wat moe. En Hunter Montana komt steeds dichterbij en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Echo Oldersson aan de binnenkant vecht weer terug. Echo Oldersson, vier paarden straks op één lijn. Echo Oldersson, midden van de baan, Il Classico Renka. French Kiss, aan de buitenkant komt Hunter Montana. Ze gaan op weg naar de streep. Il Classico Renka gaat hem winnen. Il Classico Renka wordt de winnaar. De tweede plaats aan de buitenkant is voor Hunter Montana. Derde Echo Oldersson en vierde is French Kiss.